Ik denk dat er op dit moment al wel genoeg transfers zijn om letterlijk iedere dag een transfervideo te maken. Jullie lijken het heel erg leuk te vinden, ik vind het heel erg leuk. Enorm veel geruchten, maar ook enorm veel confirmed transfers. Als ik zo kijk naar mijn scherm, zie ik er al een stuk of 5 staan van de 8 of 9 of 10 die we in deze video bespreken. Ik heb het niet geteld, dus ja, weet niet in mijn hoofd. Maar met andere woorden wil ik gewoon zeggen dat er heel veel transfers geconfirmed zijn. Dat de transferwereld in volle gang gaande is op dit moment. En dat we dus ook heel veel transfervideo's natuurlijk gaan zien, zoals ik in iedere video zeg, in de toekomst. Hopelijk heb je zin in de transfervideo. Doe je een blauwe omhoog, abonneer op Twinity en laten we snel beginnen. Ik wil jullie ten eerste ook bedanken voor de enorm zieke support tijdens de 24 uur stream. Het was super vet, er zijn een trending gekomen. We hebben meer dan 110.000 weergaan bepaald. Veel geld opgehaald, we hebben veel nieuwe abonnees gekregen. Het was een enorm mooi evenement en ja, vaker gaan we dat zeker weten ook doen in de toekomst. Dus ja, weet je dat ook alvast. Maar laten we beginnen met transfer nummer 1. Een vreemde transfer die gebeurde is namelijk die van Lee Steiner van Juventus naar Arsenal. Ik ben al begonnen, maar ik wil nog één ding zeggen even, snel tussendoor. En dat is namelijk dat van morgen op de dag, ja donderdag, nee woensdag, op de woensdag komt een giveaway op mijn Instagram. Een Soccer Fanshop giveaway. Die moet je checken op mijn Instagram. Kan je namelijk een trainingspak winnen van Soccer Fanshop. Die zou eigenlijk deze 24 uur zijn komen. Er is wat misgegaan, dus nu komt het. Een dag later, een paar dagen later, op deze woensdag, kan je een trainingspak van Soccer Fanshop winnen. Linkje van mijn Instagram staat boven in de beschrijving. Check het en doe mee met de giveaway. En nu gaan we dan met de transfers. Lee Steiner is waarmee ik bezig was. We bespraken hem al een aantal video's geleden. Hij zou waarschijnlijk wel gaan naar Arsenal toe. Er leek een gerucht dat rondleek, vooral door oud-trainer Emery, die met Lee Steiner samen gewerkt heeft. Het is nu rond. En ja, Emery heeft er zelf op gereageerd. Lee Steiner is een enorme leider. Een oude speler met veel kwaliteit. Die we dus om die reden graag bij de selectie willen. Ik denk niet dat hij heel veel voetbal en vermogen toe gaat voegen aan de selectie. Maar wel natuurlijk een leider in het team. Wat op zich misschien wel belangrijk is in de selectie van Arsenal. Want had Arsenal al zo'n enorme leider. Een echte oude vedette die er al heel lang speelt. Nou, ik kan het me niet echt bedenken eigenlijk. Als ik er eerlijk ben. Dus ja, in ieder geval nu Lee Steiner bij de club is 34. Beetje vreemde transfer. Maar het is rond. Lee Steiner is dus weg bij Juventus. En gaat vanaf volgend seizoen spelen bij Arsenal. De clubs staan in de rij voor Ilia. Wat interessant is. Want hij kan dus weer een transfer gaan maken naar een grotere club. Dat zou heel mooi zijn voor Ilia natuurlijk. Een Nederlander die dan ja, op een hoger niveau gaat spelen. Onder andere Beşiktaş willen hem graag hebben. Maar nu blijken ook dat Sampdoria en Atalanta, twee Italiaanse clubs, graag Ilia zouden willen kopen. Nou ja, ik zeg je heel eerlijk, zo'n subtopper in Italië als Sampdoria of Atalanta zou heel mooi zijn voor Ilia om daar te gaan voetballen. En als hij dan daar succes kan halen, kan ik bij het Nederlands elftal waarschijnlijk wel weer gaan spelen. Want ja, de Italiaanse competitie is gewoon een goede competitie. Laat hem maar hopen dat Ilia die transfer gaat maken en dat hij binnen de toekomst lekker in Italië weer gaat voetballen. Waar hij vroeger ook al speelde, bij Juventus dus. Kijk, we spreken heel vaak over Manchester United transfers. Maar in deze video spreken we over twee Manchester United transfers waarvan ik je eigenlijk bijna 100% zeker kan zeggen dat ze beide rond zijn. De eerste ben ik heel benieuwd naar. Fred is red. Oftewel Fred van Shakhtar Donetsk die een transfer heeft gemaakt naar United. Zijn medical is geweest. Hij is in United op dit moment. Hij is bij Manchester. Hij heeft eigenlijk, ja, alles is gewoon al klaar. Het enige wat nog moet gebeuren is het nieuws dat hij echt een transfer heeft gemaakt. En het kan vandaag komen. Het kan morgen komen. Maar wacht maar af. Ik ga er ook al 100% neerzetten. Al is het nog niet 100%. Binnen nu en 2 dagen is het 100%. Fred is de nieuwe aanwinst van United. En hoeveel die kost is er niet heel bekend. Het zal waarschijnlijk tussen de 50 en 60 miljoen zijn. Er zijn veel geruchten over op het internet. Maar dat is nog niet echt naar buiten gekomen. Dat kan ook nog niet naar buiten komen. Pas zodra hij zijn contract heeft getekend natuurlijk. Maar Fred is de eerste nieuwe aankoop van United voor het nieuwe seizoen. En de tweede nieuwe aankoop is een groot talent. De eerste verdediger die United koopt. Ja, misschien als je Kerem wordt speelt, toevallig ken ik hem daarvan. Het is een speler van Porto, een rechtsachter. Het is Diogo Dalot. En het is een interessante speler, denk ik. Ik denk dat oprecht, als hij tenminste het niveau van de Premier League aan kan aan bepaalde tijden, zou het een hele interessante speler kunnen zijn. En de eerste versterking in de verdediging van Mourinho, die hij zo graag wil maken. Maar natuurlijk, er zouden een aantal verdedigers komen. En Dalot lijkt dus de eerste te zijn die op rechtsachter daar de versterking moet gaan bieden. Waar eigenlijk op dit moment ook al Valencia staat. Maar misschien gaat die Dalot wel gebruikt worden voor leftback. Misschien kan hij dat ook. Dat weet ik zelf niet natuurlijk. Dalot is denk ik al bijna ook helemaal zeker. Maar de volgende transfer is wel al helemaal zeker. Namelijk een speler van Arsenal. Santi Cazorla gaat al weg. Was al lang bekend. Gaat terug naar zijn oude liefde Villarreal. Transfervrij. Mooie aankoop voor Villarreal. Natuurlijk een prima speler is Santi Cazorla. Als hij daar aan de basis nog 1 of 2 seizoenen prima kan spelen. Het einde van zijn carrière. Dan zijn beide partijen zijn hartstikke blij natuurlijk. Villarreal die heeft dan ook een prima spelertje erbij. Santi Cazorla kan zijn carrière mooi afsluiten. Ik denk dat dit gewoon een ideale transfer is voor beide partijen dus. En ik denk dat, ja, Santi Cazorla misschien nog wel een paar mooie wedstrijden kan gaan spelen bij Villarreal. Onze carrière dus mooi af te sluiten. De ene middenvelder gaat weg bij Arsenal. De andere middenvelder lijkt dan misschien wel te komen.
Fellaini. Fellaini, ja, die wordt heel veel genoemd op dit moment. Fellaini en Liechtensteiner waren de namen de afgelopen dagen op internet. Liechtensteiner is nu geconfirmd en Fellaini lijkt dan misschien die middenvelder te komen die naar Arsenal toe gaat. Van Manchester United natuurlijk, die dan weer een middenvelder kwijtraken. Maar ja, die halen nou net Fred. Dus als je in dat opzicht bekijkt, dan zou het in principe allemaal wel best wel logisch zijn. Fellaini bij Arsenal, sterke middenvelder, zou er waarschijnlijk in de basis spelen. Het zou een interessante transfer zijn voor Arsenal, die ik op zich ook wel zie gebeuren. De kans hiervan is natuurlijk wel een enorm stuk kleiner dan de andere transfers die we tot nu toe in deze video hebben besproken. Sporting Lissabon, de club die een paar seizoenen geleden geloof ik nog tegen Barcelona wist punten te pakken in de Champions League, lijkt nu echt ten einde raad. De sterspelers William Carvalho en Rui Patricio lijken weg te gaan. Hooligans slaan de fans in elkaar. Wat is er allemaal niet daar gaande de afgelopen tijd bij Sporting Lissabon? Heel veel onrust. Wat is dat toe zal leiden dat de spelers William Carvalho waarschijnlijk naar Marcel Brands toe zou gaan. Naar Arsenal, naar Everton natuurlijk. En ja, de eerste aankoop van Marcel Brands zou dat zijn bij Everton. William Carvalho zou een prima speler zijn. Een sterke middenvelder. Wat Everton op dit moment ook nog niet echt heeft natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben wel veel middenvelders gekocht vorig seizoen. Maar echt een tank, die hebben ze niet. Echt zo iemand als William Carvalho, dat is misschien absoluut wat ze nodig hebben. Ze hebben natuurlijk Schneiderlin, een enorme flop. Rooney gaat waarschijnlijk weg. Klaassen is niet goed uitgepakt. Dus lijkt William Carvalho mij een ideale optie voor Brands. De geruchten over Alisson schiet je echt het dak uit. Er zijn zoveel berichten over hem. Dat ook de beste keeper, misschien wel een van de meest talentvolle keepers van de wereld op dit moment, die van club lijkt te verruilen. Natuurlijk was het gerucht Liverpool. Maar het lijkt zo te zijn. Roma en Alisson wachten beide met het transfer, omdat het lijkt dat Real Madrid Alisson ook wil hebben. Dat is hoe het op internet vertaald wordt. Hè? Dus Alisson en Roma hebben een gesprek gehad met Liverpool, maar ze wachten nog met een transfer, omdat ze denken dat Real Madrid Alisson ook wil kopen. Dit is wat op internet staat, ik weet niet of het waar is. En in ieder geval, de geruchten gaan erover dat Real Madrid dus Alisson wil gaan kopen. Waarom? Nou, natuurlijk Zidane, die beschermde Navas heel erg. Zidane wilde Navas heel graag houden als keeper. Nu Zidane weg is, zou het zomaar kunnen dat de Spaanse grondmacht Navas misschien wel kwijt wil. Dat Navas misschien dan toch weggaat. En dan waren de geruchten natuurlijk dat Kepa Arrizabalaga, keeper van Athletic Bilbao, zou komen. Moeilijke naam. Of nu dus Alisson of De Gea. De geruchten zijn heel groot. Ik denk dat het een heel klein gerucht is. Ik denk dat dit niet gaat gebeuren. Maar toch interessant dat Roma in die visie zou kunnen denken. En wacht met de transfer omdat Real Madrid ook graag Alisson zou willen kopen. Misschien hebben jullie het interview wel gezien waar Strootman werd gevraagd wat hij zou vinden als Kluivert en Ziyech naar Roma toe zouden komen. Of ze het niveau aan zouden kunnen. En de geruchten de afgelopen dagen zijn steeds groter aan het worden. Vooral met Kluivert. Hij zou naar Roma toe gaan. Hij heeft op Instagram heel veel comments geluid van mensen die zeiden: welkom to AS Roma. Nou, dat doe je niet zomaar. Toch ben je er wel mee bezig. En dan heb je waarschijnlijk er ook wel iets van meegekregen. Of dan is er ook wel echt iets plaatsgevonden. Dus de gerucht van Kluivert naar Roma, dat is natuurlijk geen directe reden. En dat is logisch, want het is nu interlandperiode. Dan gebeurt het niet heel snel. Maar het lijkt dan toch wel te gebeuren dat Kluivert een transfer gaat maken naar de Italiaanse competitie. En na AS Roma. Naast Kluivert is er ook een andere speler waar we eigenlijk al veel langer geruchten over hebben. Maar waar het allemaal nog niet zo concreet is. En wij weten van Ziyech ook dat hij het pas na het WK gaat doen. Een transfer naar AS Roma. Nou kijk, als Kluivert gaat, dan zie je Ziyech ook wel wat sneller gaan natuurlijk. Want ja, dan blijf je gewoon bij elkaar. Maar dit gaan we sowieso pas zien na het WK. Of in ieder geval, als Marokko uitgeschakeld is in het WK, dan pas gaat waarschijnlijk Ziyech een transfer maken naar Italië. Er zijn er heel veel transfers gebeurd tussen de afgelopen 2 of 3 dagen. Ook zijn er een aantal spelers die dus sowieso blijven. We hebben al heel vaak de speler Umtiti besproken in onze video's. Hij heeft een contractverlenging getekend met een interessante clausule erin. 550 miljoen doorverkoopclausule. Dit betekent dus dat geen enkele club Umtiti zou kunnen kopen. Behalve zijn contract afloopt en Barcelona geen andere keuze meer heeft natuurlijk. Anders zou een club 550 miljoen moeten betalen voor United. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan denken. Van die uitkoopclausules die belachelijk hoog zijn tegenwoordig. Vinden jullie het goed dat clubs dit doen, zodat spelers blijven? Of denken jullie ook van, joh, het slaat helemaal nergens op. Maar wie gaat er nou 550 miljoen betalen voor een verdediger? Als de duurste verdediger ook ooit Virgil van Dijk is, die 70 miljoen kostte.
Zelf vind ik het echt belachelijk dat clubs deze clausules op spelers zetten. Dit maakt de transfermarkt een beetje ja, minder charmant, zeg maar. Het gaat allemaal vanaf de transfers, de mooie transfers. Zo iemand als Umtiti die bijvoorbeeld een transfer had kunnen maken. Dat gaat nooit meer gebeuren helaas. Zo zijn er heel veel hoge clausules tegenwoordig. Dus zet het vooral in de comments. Hopelijk vond je een leuke video. Doe je morgen mee met de giveaway. Check de bovenste link in de beschrijving. Heb je een blauwpje omhoog gedaan. En hopelijk zie ik je de volgende video weer terug, mensen. En dan zeg ik, later.